Welkom bij deze webinar. Mijn naam is Maurice Jager en deze webinar is samen met BenQ. We gaan het hebben over de ultieme workflow voor headshot en portretfotografie. Het is mijn ultieme workflow, dus neem er vooral ook uit wat je kan gebruiken. We gaan in eerste instantie eventjes iets vertellen over wie ik ben, wat ik doe, wat ik maak. En daarna gaan we een live edit doen in Photoshop en Capture One. Blijf vooral hangen en mocht je vragen hebben in GoToWebinar is een mogelijkheid om vragen te stellen en die verschijnen dan hier op mijn scherm. En ik probeer ze tussendoor en zeker op het einde probeer ik zoveel mogelijk vragen nog te beantwoorden. Dus schroom vooral niet en laat vooral ook weten wat je van mij nog wil weten. Laten we lekker aan de gang gaan. Dus dit is de ultieme workflow voor headshot en portretfotografie. En ik ben Maurice Jager, dat is mijn gezicht. Ik zal zo meteen ook nog wel eventjes de camera aanzetten, zodat jullie ook kunnen zien met wie jullie nou eigenlijk te maken hebben. Maar wie ben ik nou eigenlijk? Nou, ik ben vooral fotograaf. Ik maak headshots met name. Ik denk dat dat 75% van mijn bedrijf is. En daarnaast fotografeer ik personal branding beelden voor bedrijven en ondernemers die ze kunnen gebruiken op hun social media. En dat is een beetje in de stijl als dezelfde beelden die ik op mijn eigen social media gebruik. Daarnaast ben ik spreker, dus ik spreek ook regelmatig op beurzen voor ondernemers, voor fotografen, op de professional imaging bijvoorbeeld. Voor namens BenQ, namens andere merken waarmee ik samenwerk. Ik ben brand ambassador van BenQ. Daarnaast ook van Tether Tools en een aantal andere merken die voor mij belangrijk zijn in hetgene wat ik doe. Ik ben heel dankbaar dat ik ondersteund word door hele mooie merken. Daarnaast ben ik auteur van het boek Personal Branding voor Fotografen. Dat in maart, eind maart is uitgekomen. Waarin ik fotografen help om wat meer zichzelf te laten zien en daardoor betere klanten aan te trekken. En ik ben recentelijk een podcast gestart, Personal Branding for Photographers, die te vinden is op alle belangrijke podcasting platformen. Dus als je van de podcast bent, dan voel je vrij om het te zoeken. Dit is wat ik maak. Dit zijn de headshots. We gaan zo meteen een aantal recent gefotografeerde headshots daadwerkelijk bewerken. Dit is iets van mijn werk. Waarschijnlijk kennen sommige mensen wel een aantal bekende gezichten die je ziet hier in deze zes personen. Mijn werk is heel erg clean en is heel erg... Het gaat om de persoon en het gaat vooral ook om de mens aan te kunnen kijken. Dat is het allerrelevantste voor mij. En daarnaast fotografeer ik altijd eigenlijk tegen een variant van een grijsachtige achtergrond. Soms wat donkerder, soms wat lichter. Voor vrouwen is het over het algemeen net ietsje lichter, omdat ik vrouwen met iets meer licht belicht. Maar voor mannen is het over het algemeen net ietsje donkerder, omdat ik hou van schaduwwerking in het gezicht bij mannen. Dus we gaan het vandaag hebben over de workflow. En dat is echt van begin tot eind. Ga ik een beetje een tipje van de sluier lichten. Of eigenlijk gewoon alles vertellen over hoe ik mijn fotografiebedrijf draai. En in eerste instantie gaat het er natuurlijk om dat je afspraken krijgt. Iedereen, nou, 99% van al mijn klanten boekt online. Op mijn website heb ik via Acuity Scheduling een tool staan. Die synchroniseert met mijn Google Agenda. Waardoor het altijd actueel is en mensen eigenlijk heel zelfstandig een afspraak kunnen plannen. Zelfs als mensen mij bellen, dan vraag ik of ze achter een computer zitten en dan stuur ik ze door de website heen om, om gewoon hun eigen tijdstip te kiezen dat voor hun goed uitkomt. Want ik was op een gegeven moment, toen ik dit nog niet had, toen werd ik altijd helemaal plat gebeld op de meest onhandige tijden dat ik in de auto zat en dat mensen... mij belde en dan moest ik de telefoon op CarKit en dan naar de agenda en dan hoe is donderdag om 2 uur? Nee, dat lukt niet. Een half uurtje later, nee, dat kan niet. Hoe is volgende week? Al dat soort gedoe. En nu praat ik ze gewoon door de website heen en laat ik ze zelf online boeken en weet ik zeker dat ik een beschikbaarheid heb. En dan heb ik ook meteen alle correcte gegevens.
Dus er is nooit een spelfout in e-mailadressen, telefoonnummers, al dat. Want ze vullen het over het algemeen zelf in. En de meeste mensen weten hoe ze hun eigen e-mail en naam schrijven. Dan zijn we op het punt beland dat iemand een afspraak heeft gemaakt. En dan komt die persoon natuurlijk naar de studio toe. Want ik fotografeer over het algemeen in de studio hier. Maar ook op locatie. Maar dan zijn het vaak grotere groepen. En dan is het toch een iets ander proces. Maar nu gaan we het vooral hebben over de mensen die in de studio komen. Dus op het moment dat iemand een afspraak plant. Dan is het voor mij belangrijk dat ik natuurlijk goed voorbereid ben. En er zijn een aantal dingen die relevant zijn ter voorbereiding. Uiteraard dat je lampen opgesteld staan. Ik vind het zelf altijd heel vervelend als ik iemand binnen heb en ik moet nog van alles gaan lopen doen. Dus ik zorg dat mijn lampen altijd staan opgesteld voor de persoon die er is. Ik fotografeer mijn lampen, ze staan op een andere instelling voor vrouwen dan voor mannen. Dus ik weet of er een vrouw of een man komt. Dus ik zorg dat alles al meteen in orde is. En dat ze eigenlijk gewoon meteen in de lampen kunnen springen. En dat ik zelf me helemaal niet meer hoef te focussen op techniek. Want op het moment dat iemand in de studio is, dan is die persoon het allerbelangrijkst. Dus dat alles wat daar omheen staat, dat moet gewoon klaar zijn en daar moet ik op kunnen vertrouwen. Nou, ik fotografeer altijd tethered in mijn computer. En op mijn bureau staan twee BenQ-schermen. De BenQ SW321C en de BenQ SW320. En deze schermen die zijn natuurlijk vanaf de fabriek al gekalibreerd. Maar het is ook altijd goed om zelf af en toe de check te doen. Ik doe dat niet voor elke klant, maar het is wel relevant om je scherm te kalibreren. Daar gebruik ik de X-Rite i1 Display Pro voor. En de software van BenQ zelf, Palette Master Elements. Die ervoor zorgt dat het scherm zelf gekalibreerd wordt en niet de combinatie scherm-computer. Als ik de software van X-Rite zou gebruiken, dan wordt het kalibratieprofiel weggeschreven in de software, in mijn geval Windows. En ik heb wel eens meegemaakt dat ik dan een update doe van mijn grafische kaart en dat er dan iets gebeurt met mijn kleurprofiel. Dus hele fijne is dat het in de monitor zelf zit. Dus het maakt niet uit wat ik op mijn monitor aansluit. De kleuren zijn altijd accuraat en altijd gekalibreerd. Dus dat is voor mij heel belangrijk. Omdat ik, als mensen bij mij in de studio komen, dan zijn ze over het algemeen een klein beetje zelfbewust. Over het algemeen ook niet gewend om voor de camera te staan. En dan wil ik ook dat mijn werk op de best mogelijke manier te zien is. En dat ze daar ook vooral vertrouwen in hebben. Dat mensen zeggen van, wauw, dit ziet er heel tof uit. Dus vandaar ook mooie 32-inch schermen, 4K, grootformaat foto. En mensen vinden het over het algemeen heel tof. Het kalibratieproces aan zich met de monitor werkt vrij gemakkelijk. Het zijn een aantal stappen die je doorloopt. Op dit scherm wat je nu toevallig ziet, klik je op start. Hij vindt vanzelf je kalibratieapparaat, in mijn geval de i1 Display Pro. En dan in het volgende scherm kun je een aantal aanpassingen maken. En er zitten ook presets in voor fotografen of designers of mensen die met video werken. Ik blijf altijd bij de fotografen preset. Want ik vertrouw erop dat de experts het beter weten dan ik. En vervolgens draai ik de kalibratieproces. Wat over het algemeen 20 minuutjes duurt. En dan ga ik lekker een kopje koffie drinken. En dan wacht ik lekker tot het helemaal klaar is. Nou, dan gaan we uiteindelijk fotograferen. Ik probeer altijd zo clean mogelijk te fotograferen. Dat betekent alles wat ik zie dat voor me gebeurt, los ik ter plekke op. Ik ben namelijk van in de veronderstelling, problemen die niet in het beeld zitten, die hoef ik later ook niet op te lossen. En over het algemeen is het een stuk makkelijker om haar of iets wat gek is in het gezicht op te lossen. Voorheen greep ik zelf in en deed ik het haar zelf modelleren. Nu met COVID-19 moet ik een beetje vertellen aan mijn klanten wat ik van ze verwacht. En dan hopelijk doen ze mij na. Daarin helpt spiegelen heel erg. Ondanks dat ik zelf geen lang haar heb, doe ik wel altijd net alsof ik hun haar aan het modelleren ben. En dan doen ze mij na. En dat schijnt redelijk goed te werken. Maar alles wat ik niet in het beeld wil hebben, los ik direct op. Dus mijn RAW-bestanden, die je zo meteen ook gaat zien, die zijn al vrij goed van kwaliteit, zonder dat ik echt
superveel hoef op te lossen achteraf in Photoshop. Nou, iets wat nog heel belangrijk is voor mij, is de organisatie van mijn bestanden. Ik fotografeer alles in RAW. Ik ben toevallig een Canon fotograaf, maar het maakt helemaal niet uit of je Nikon, Sony, Fuji of een van de andere merken fotografeert. Het proces is in zekere zin hetzelfde, dat ik fotografeer met een Tethertools kabel in mijn computer en mijn beelden komen meteen in Capture One terecht. En daardoor dus ook op mijn harde schijf. En ik heb mijn systeem zo ingesteld dat mijn harde schijf meteen direct een backup maakt naar mijn Synology externe NAS. En mijn Synology is ingesteld dat die meteen weer een backup maakt naar Amazon Cloud. Dus op het moment dat ik met mijn vinger op de sluiterknop druk, heb ik 3 versies, waarschijnlijk in meerdere continenten. Dus daardoor raak ik ook nooit iets kwijt. En dat is, het kostte me een uur om in te stellen en het geeft mij zoveel vertrouwen dat ik nooit iets kwijtraak, dat ik dat al jaren gebruik. En het werkt heel prettig. En ik heb het zo ingesteld dat dat de backups 1 richting op werken. Had ik het ingesteld dat het 2 kanten op ging. En toen was een keer Amazon down en toen was mijn Synology leeg. Dus nu gaat alles gewoon vanuit mijn computer naar de Synology en van de Synology naar de Amazon Cloud en niet meer terug. Dus zelfs als ik besluit om mijn beeld te deleten dat ik niet aantrekkelijk genoeg vind in Capture One, dan blijft het bestaan in Amazon Cloud. Dus in die zin raak ik nooit iets kwijt. Amazon Cloud is onderdeel van mijn Prime lidmaatschap. Dus ik heb Amazon Image Storage, heet het volgens mij. Waardoor ik unlimited afbeeldingen mag uploaden. En inmiddels staat er een goede 30 plus terabyte aan foto's. Die daar vrolijk staan te backuppen voor de prijs van mijn Prime membership. Dus op zich kost dat niet. Je hoeft er geen nier voor te verkopen om dat voor elkaar te krijgen. Nou, ik fotografeer dus in Capture One Pro. En ik tether dus naar het best mogelijke scherm om mijn klanten zoveel mogelijk de kwaliteit te laten zien die ze mogen verwachten van mijn werk. En ik fotografeer altijd in sessies. Je kan dit ook met Lightroom doen als je Lightroom fotograaf bent. Dat is geen enkel probleem. Maar Lightroom werkt over het algemeen met een catalogus. En ik ben niet zo'n heel groot fan van een catalogus. Of je moet een catalogus per klant gaan maken. Dat zou eventueel kunnen. Ik ben vooral fan van Capture One, omdat de kleuren net iets lekkerder wegrenderen. En omdat ik heel erg hou van het sessiegebaseerd werken. Dus mijn sessies zijn altijd genoemd. Bijvoorbeeld vandaag is 2020-07-08, want het is 8 juli 2020 op het moment dat we deze webinar houden. En dan doe ik een spatie, een liggend streepje, BenQ webinar of Piet Jansen of weet ik veel hoe mijn klant heet. En zo noem ik mijn sessie. En in die sessiefolder zit ik vervolgens automatisch vanuit Capture One een aantal mappen. Een capture map waar alle RAW's naartoe gaan, een selects folder als ik beelden selecteer voor de nabewerking, een output folder voor de beelden die ik echt ga converteren en een trash map waar mijn verwijderde beelden terechtkomen. Dus alles zit in 1 map van 1 klant. En door mijn sessie zo in te vullen heb ik ook het voordeel dat alle bestandsnamen dezelfde format krijgen. Dus als ik iemand fotografeer, dan wordt het 2020-07-08-BenQ-webinar-01. En als ik dan vervolgens op zoek ben naar foto's van iemand, dan kan ik gewoon in mijn Finder of in mijn Windows Explorer gewoon de naam intypen of de datum. En dan vind ik het meteen heel makkelijk terug. Dus daar heb ik niet echt een catalogus voor nodig. Daarnaast in mijn sessies, mijn sessies zijn altijd inclusief 1 foto voor de sessieprijs. En vervolgens upsell ik mensen meer foto's. Dus ik probeer altijd zoveel mogelijk outfits te fotograferen. En daarna aan het einde van de sessie kijken we, oké, welke foto's wil iemand? Het is niet zozeer wat iemand nodig heeft. Dat is over het algemeen 1, maar hoeveel willen ze er? En vaak willen mensen er meer dan dat ze nodig hebben. Dus dat is een heel mooi mechanisme om toch iets meer beelden te verkopen achteraf. Het is een beetje in-person sales, wat sommige portretfotografen ook doen. En in Capture One doe ik, tijdens het fotograferen heb ik zelf een stijl ingesteld die automatisch wordt toegepast.
Ga ik je zo meteen laten zien. En die corrigeert meteen de kleur. Ik zei zo net al dat ik met Canon fotografeer. Dus Canon heeft van nature een beetje een meer rooiere kleurtoon in de huidtinten. Dat wil ik graag corrigeren. En vervolgens export ik het bestand als een 16-bit TIFF. En dan komt het in de exportfolder. En daarna ga ik aan de slag in Photoshop voor de nabewerking. En daar heb ik een systeempje voor ontwikkeld wat ik je zo meteen ook ga laten zien. En dat is met een aantal laagjes die ik door middel van een action opbouw. Doe ik eigenlijk alle bewerkingen van mijn beelden in 10 minuten maximaal. Ik heb vandaag 3 beelden geselecteerd die we gaan bewerken. Het zijn volgens mij 2 mannen en een vrouw en een bril met reflectie. Dus we gaan een beeld met wat schaduw en een dame die heel schaduwloos is. Dus ik ga je zo meteen meenemen in Capture One. Dan gaan we de export doen en dan gaan we lekker aan de gang om zo'n beeld te retoucheren. En laat ik je ook zien wat ik doe en hoe je dat ook kan reproduceren. Mocht je mijn action willen downloaden, hij is beschikbaar op mauricejacob.com/retoucheren. En als je de code BenQ gebruikt, dan betaal je net iets minder. Dus laten we lekker naar Capture One gaan. Dus ik ga nu eventjes van programmaatje switchen. Kijk, we zitten nu lekker in Capture One. En deze 3 beelden gaan we vandaag mee aan de slag. Ik zal eens even groot in beeld zetten. Een dame die redelijk schaduwloos gefotografeerd is. Ik fotografeer dames altijd schaduwloos, omdat schaduw over het algemeen niet heel fotogeniek is. Voor dames, omdat je dan iets meer de diepte in het gezicht ziet. En vrouwen vinden het over het algemeen een stuk prettiger als ze een glad huidje hebben. Bij mannen kan je daar iets meer mee spelen, omdat het ook iets meer stoerheid geeft. Zoals bijvoorbeeld in dit shot, waar ik behoorlijk wat schaduw heb aan de linkerkant van zijn gezicht in beeld. Of de rechterkant van zijn gezicht van hemzelf. Het is altijd een kwestie van in spiegelbeeld praten als je met klanten werkt. Mijn links is zijn rechts. En ik heb een persoon met een bril. En er zit hier een klein beetje reflectie in het glas. Wat we zo meteen gaan oplossen. Sommige mensen hebben een iets minder goede bril. Of een iets andere bolling van het glas. Waardoor je vaker vanaf dit punt de hele hoek in een kleur krijgt. Die oftewel magenta of groen zijn. En dat kunnen we ook heel makkelijk oplossen zo meteen in Photoshop. Dus laten we eens aan de slag gaan. Nou, we hebben dit beeld toevallig nu open. En hier zit mijn preset al op. Toevallig niet. Nou, dan gaan we die eens toevoegen. Dit is wat, wat de preset doet. Dus ik kan hem even... Before. Dit is vrij rood. En als ik de preset doe, dan haalt hij de roodtinten uit de huid weg. En op mijn scherm is het heel goed te zien, omdat het een gecalibreerd scherm is. Ik weet niet hoe goed dat de feed werkt op jouw laptop of het internet. Maar dit is de kleur die ik heel graag wil. Dus dat kunnen we ook gewoon nu eventjes op de rest doen. Ik heb deze beelden natuurlijk net allemaal bij elkaar gezocht voor dit webinar. Dus ze zijn niet, de preset is niet meteen toegepast op het moment dat ik fotografeerde. Nou, nu ziet het er al een stuk prettiger uit. En wat de preset doet, is in Capture One heb je een kleurtapje. En daarin zit de color balance. En dit is ook te vinden in Lightroom, maar waarschijnlijk op een andere plek. En wat ik doe is, de midtones maak ik ietsje groener. De schaduws maak ik ietsje blauwer. En de highlights laat ik met rust. En ik zet mijn witbalans op 4,67. Maar ik fotografeer altijd met een Westcott Flexkit daglicht. Of Continuous Light heet het volgens mij formeel. Lampen. En die zijn ingesteld op 5600 Kelvin. Maar ik wil het altijd net ietsje koeler hebben. Dus dat. Het mooie daarvan is dat de huidtinten lekker matchen. En juist door die preset en die 4760, sorry. Moeilijk getal, zorg ik dat vanaf het begin eigenlijk al de beelden eruit zien als de persoon die voor mij staat. Voor jouw camera in Nikon kan het iets anders zijn. Voor Sony kan het ook iets anders zijn. Ik heb toevallig
presets van bijvoorbeeld de Sony, maar dan ziet het er bij mij wat meer paarsig uit, omdat de testbeelden die ik gebruikt heb om deze Sony preset te maken, die waren wat groener, dus daar heb ik voor gecompenseerd. En er is ook nog een Nikon ergens, en die, er gebeurt ook iets wat ik niet helemaal lekker vind ogen. Dus voor mij is echt de Canon de manier om te gaan. Deze presets voor Sony en Nikon zitten trouwens ook bij de Action, als je daar toe mocht besluiten. Uiteindelijk fotografeer ik altijd met een, op dit moment met een Canon EOS R, voornamelijk door de iFocus. En ik was er een beetje klaar mee om de hele tijd mijn oog tegen de iCup aan te drukken. En ik had op een gegeven moment echt een heel getrainde linker oogspier, omdat ik die voor een of andere reden automatisch dichtknijp. Dus de iFocus is geniaal. Ik schiet alles met een 70-200 f2.8 lens. Ik schiet ook over het algemeen altijd op 2.8, omdat ik heel erg fan ben van dat de ogen scherp zijn en de oren niet meer. En dat lost ook meteen wat op bij dames met wegvlierend haar. Dat is ook ietsje minder nadrukkelijk aanwezig door het beperkte depth of field. Mijn sluitertijd staat altijd ergens rond 1200, 1250. En mijn ISO staat over het algemeen op 200. En als iemand meer licht nodig heeft, dan zet ik hem op 100. Waarom gebruik ik vooral ISO? Omdat ISO eigenlijk het enige instrument is wat geen impact heeft op het beeld. Dus sluitertijd zorgt voor bewegingsonscherpte als iemand beweegt. En diafragma zorgt voor dat de scherptediepte verandert. En ISO doet eigenlijk feitelijk heel weinig in het echte beeld. Dus het enige wat ik over het algemeen verander is ISO. En daardoor blijft mijn beeld altijd consistenter uitzien. Nou, volgens mij hebben we dit allemaal een beetje gehad. Dus we gaan gewoon eigenlijk gewoon alle drie selecteren. En dan gaan wij in Capture One naar export. En dan gaan we naar TIFF, Adobe RGB. Want we hebben een Adobe RGB monitor. Dus we willen zoveel mogelijk ook van die kleurruimte gebruiken. Dus ik doe altijd exporteren als TIFF. Waarom als TIFF? Omdat Capture One die TIFFs weer makkelijker kan inladen dan PSD's. 16-bit, niet gecomprimeerd. Adobe RGB kleurprofiel. 300 pixels per inch en 100%, dus gewoon de volle afbeelding. Dan slaan we op process en dan wachten wij een 10 seconden op dit moment blijkbaar. En wat er nu gebeurt is dat mijn foto's terechtkomen in mijn exportmapje in de BenQ webinar folder die wij hier hebben. Dus in de output folder zitten mijn TIFFs. Nou, nu gaan we Photoshop aanzwingelen. Terwijl we wachten zie ik een vraag van Dave Adriaanse. Waar zijn de presets te vinden? Die kan je vinden via mauricejager.com/retouching. Dat is hem. Nou, we gaan nu de beelden pakken. Die slingeren we in Photoshop. En dan komen ze allemaal één voor één lekker tevoorschijn. Nou, we gaan gewoon beginnen bij het begin. Bij deze manier. Nou, zoals je kan zien zit er een heel mooi zwart vlak in mijn foto. Dat is mijn lamp. Mijn lamp staat altijd zo ongegeneerd dichtbij dat hij eigenlijk altijd in beeld staat. Maar ik ben meer fan van de lichtkwaliteit dan de moeite dat het me kost om het ding weg te halen. Want wat wij doen is we pakken de L op het toetsenbord en dan krijgen we de lasso tool. En dan kunnen wij gewoon dit ding heel mooi selecteren. Vervolgens kunnen we via Edit Fill of Shift F5 op je toetsenbord. Kunnen we kiezen voor Content Aware, Normal 100%, Color Adaption, oké slaan. En vervolgens wachten we tot Photoshop de magic doet, wat over het algemeen een paar seconden duurt. En dan is opeens de lamp verdwenen. Over het algemeen gaat het in één keer goed. Soms moeten we een klein beetje fine-tunen, maar dat gaan we over enkele ogenblikken zien.
Kijk aan, daar gaan we. Hij heeft een klein beetje gepikt van het kostuum. Nou, dat gaan we heel makkelijk oplossen door de patch tool te gebruiken. Want dan selecteren we dit gewoon en dan gaan we dit gewoon een beetje verslepen. En dan pakken we het nog een beetje en dan verslepen we het nog iets meer. En dan is het verdwenen en hier hebben we nog wat spul wat we niet nodig hebben. Hatseflats. Lamp weg. Hier zit nog iets wat me stoort. Nou, vervolgens de eerste stap is om in te gaan zoomen op het gezicht en te gaan kijken wat hebben we niet nodig. Normaal gesproken ga ik altijd 100% en op een 4K scherm is dat goed te doen. Ik gebruik hier ook de patch tool voor en niet de spot healing tool. Want de spot healing tool, als ik die gebruik, dan kan je zien dat ik een lijntje heb getrokken. Hier zie je, als het goed is, een streep staan. Als je goed kijkt. En met de... Je zag hem terugkomen. Als ik dit doe. En ik doe let op waar ik geweest ben. En als ik nu Ctrl-Z doe. Dan zie je gewoon dat de textuur van de huid verdwijnt. Dus ik zit eigenlijk altijd in de patch tool. Want wat dat doet is ik selecteer iets. En dan vind ik een stukje structuur dat matcht. En dan valt het niet meer op. Dus we halen gewoon eventjes wat dingetjes weg. Wat ons stoort. Hier zit wat in het shirt wat me irriteert. Ook doe altijd de kleding scan. En niet alleen het gezicht focussen. Wat iets is wat vaak gebeurt. Is dat er hier draadjes uit het overhemd steken. Omdat dat nou eenmaal gebeurt. Dat kunnen we gewoon met de spot tooling tool doen. Want daar zit toch geen textuur. Omdat we op 2.8 fotograferen. Kijk, dat is allemaal al mooi opgelost. En wat we nu gaan doen. Is onze laagjes bouwen. Nou, dat doen we met mijn action. Daarop sla ik hier op play. En vervolgens komt er een dust and scratch layer. En hij staat altijd bij mij op 23. Want dat is mijn ideale radius. Waar je naar op zoek bent, het is een beetje afhankelijk van de resolutie van je camera. Je wil dat je nog, als je naar de ogen kijkt, wil je dat je de vorm van de ogen kunt zien. Dus dit is te veel vertekend. Maar je wil niet de details in de ogen zien. Dus 23 is voor mij de optimum. Want dan kan ik nog wel de omtrek zien, maar niet meer de details. Dan slaan we op oké. En dan gaat hij lekker aan de gang. Om die laagjes allemaal op te zetten. Nou, nu hebben we de laagjes. En nu hebben we hier frequency separation, dodge and burn, ogen en tanden fix. En iets om mijn beeld iets meer een pop te geven. Nou, de frequency separation lossen we de kleurverschillen mee op. Dus als er een variatie is in kleur, zoals bijvoorbeeld hier op de wang, dan gaan we dat daarmee oplossen. Dus wat wij doen is we pakken de brush tool of het penseel denk ik in het Nederlands. Mijn Photoshop staat ingesteld op Engels, dus bear with me. Mijn opacity staat altijd op 100% en mijn flow staat op 0,3, dus op 3%. Dat kan je ook zien in de action bij mij, want ik ben zo slim geweest om het erbij te zetten, want ik wil nog wel eens wat vergeten. Dus dan heb ik 3% flow. En wat ik dan doe, is ik pak een sampletje door op Alt op het toetsenbord te slaan. Of in te drukken. En dan pak ik een sampletje ergens van de kleur die ik wil hebben. En vervolgens doe ik daarmee eroverheen schilderen. Kijk, dus de before, de after. Dus nu is dat kleurverschil is weg. Datzelfde doen we over het algemeen een beetje hier bij de ogen. Omdat die nog wel eens ietsje donkerder willen zijn voor mensen. En dat doen we ook hier. Zodat het ietsje meer met elkaar matcht. Vervolgens zit hier vaak ook nog iets donkers. En zijn we al heel snel klaar met Dodge and Burn voor mij. Mocht je iets vergeten zijn weg te halen tijdens het retoucheren. Of tijdens het, zeg maar, de oneffenheden in de huid weghalen. Dan kan je naar de texture of high laag gaan in je frequency separation.
Dat is voor elke frequency separation preset over het algemeen hetzelfde. Dat is niet per se uniek voor de mijne. En wat je kan doen is op die preset via de patch tool iets selecteren. En je kan het dan gewoon op die manier oplossen. Dus dat, dan hoef je niet helemaal terug te gaan. Want dat kan op een gegeven moment niet meer. Als je met frequency separation aan de gang bent geweest. Dan de onderliggende laag die doet niks. Dus nu hebben we de frequency separation gedaan. Nu gaan we naar dodge and burn. En daar staat bij 5% opacity. Dus ik doe de opacity slider naar 5%. Of ik sla op 0,5 op het toetsenbord. Waardoor die meteen naar 5% gaat. En ik zet mijn float terug op 100. Dat kan gewoon door het minuutje te gebruiken. Maar dat kan je ook doen door op shift 0 op het toetsenbord te slaan. En vervolgens gaan wij naar de brush tool again. En doen wij D op het toetsenbord slaan om naar de default waardes van wit en zwart te gaan. Ik begin altijd met de highlights, dus ik doe ook altijd meteen op X slaan, zodat wit de voorgrondkleur wordt. En wat we nu kunnen doen is, nu kunnen we het licht aanpassen. En, of eigenlijk de schaduw en de highlights. Dus als ik nu op bijvoorbeeld even op 100% zet, dan kan je zien dat dit gewoon lichter wordt. Nou, er zijn een aantal regels, denk ik, om het maar te noemen, wat je gaat doen. Laat ik even een nieuwe laagje tussen zetten. En dan ga ik je vertellen wat ik altijd doe. Wat je over het algemeen lichter wil maken is dit. Dit. De brug van de neus. Dit. En dit. En wat je over het algemeen donkerder wil maken is dit. Hier. Rond de wangen, de wenkbrauwen en that's it. Dit ziet eruit als heel gek, als een masker. Dus, maar als we dit doen met de 5% opacity, dan ziet het er opeens natuurlijker uit. Maar nu heb je een idee waar ik het ga toepassen, omdat het zometeen misschien iets minder goed zichtbaar is. Dus we gaan nu naar 0,5 op de opacity. We gaan naar de voorgrondkleur wit. En dan gaan we precies doen wat we net deden. Zo, 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 zo. Dan gaan we op X, gaan we naar zwart. Dan pakken we de baard mee. En wat dit automatisch doet, is dat de kaaklijn sterker wordt. We pakken hier de schaduw mee om dat een beetje te accentueren. De wenkbrauwen. En hier een lijntje. En soms pak ik ook nog even de zijkant van de neus mee. Om net iets meer de vorm van de neus te accentueren. Dus wat we nu gedaan hebben is heel, het is niet superveel, maar het is net genoeg. Nou, nu zijn we echt in 30 seconden klaar met deze foto, want nu gaan we de ogen nog verscherpen. Dus we slaan op 7 op het toetsenbord om de opacity op 70% te krijgen. We zorgen dat de voorgrondkleur nog steeds wit is. En het enige wat we doen is dit en dat. En deze persoon lacht niet, dus we hoeven de tanden niet te witten. Als dat nodig mocht zijn. En nu slaan we op de boostlaag. Waardoor we ietsje meer contrast erin krijgen. Want deze boostlaag doet eigenlijk alleen maar een hele lichte S-curve erin gooien. Nou, het enige wat we nu hoeven te doen is Ctrl-S of Command-S om de TIFF op te slaan. En dan is die ook meteen beschikbaar in Capture One. Dus als we nu teruggaan naar Capture One. En we gaan naar onze output folder waar de bestanden zijn, dan is dit meteen ook het geretoucheerde beeld en dat kunnen we zien omdat de lamp weg is. Dus als we deze foto zo meteen gaan bewerken, dan is het precies hetzelfde, want hij verschijnt gewoon in Capture One en vervolgens kan ik in Capture One exporteren en naar mijn klant sturen. Dus deze foto mag dicht. Nou gaan we naar de meneer met de bril. Dan gaan we weer gewoon hier de lasso pakken door L op het toetsenbord te slaan. En vanaf hier kan ik hem loslaten, want dan gaat hij gewoon het beginpunt zoeken. Shift F5, omdat we dit snel gaan doen. En we slaan op Enter en we wachten tot Photoshop zijn trucje doet. In de tussentijd zie ik een vraag binnenkomen van Kurt over mijn lichtopstelling. Ik fotografeer met continu licht.
LED-paneeltjes, om het maar zo te zeggen. Mijn instelling voor mannen ziet eruit als volgt. Dat kunnen we waarschijnlijk gewoon zien in de ogen ook. Kijk, de lamp is inmiddels weg, zoals we zien. Wow, dat was heel dichtbij. Ik heb een, mijn main lamp staat over het algemeen op de linkerkant van het gezicht, omdat de linkerkant van het gezicht over het algemeen het meest fotogeniek is. Ik heb een fill om te zorgen dat deze schaduw niet volledig zwart gaat. En ik heb ietsje aan de achterkant een kick staan, zodat ik hier over het algemeen een mooi lijntje krijg om net ietsje afstand van de achtergrond te krijgen. Die kick die is echt minimaal. En hier zie je niet eens de fill in de ogen. Dat zie je bij deze foto. Zie je hier nog net het randje fill. Dus die doe ik echt enorm padderen. En daardoor maak ik gebruik van echt het minimaalste om die schaduw te controleren. Mijn hoofdlicht verandert eigenlijk zelden. De enige lamp die ik altijd verplaats is mijn fill light. Want daardoor kan ik de diepte van de schaduw beïnvloeden. Nou, dus deze persoon gaan we nu even kijken. Wat sommige mensen, wat ik altijd doe, is mensen proberen hun kaaklijn zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen door ze iets meer naar voren te trekken. Er zijn vast wel mensen die de jawline video van Peter Hurley kennen. Dat is de truc die ik toepas. Maar soms zijn mensen toch ietsje minder capabel om dat helemaal goed te doen. Dus wat ik altijd doe is ik grijp dit stukje en het is weg. Gewoon met de patch tool. En daardoor wordt het net even ietsje cleaner. En het is geen hond die het opvalt. Dus als we dat open en dan... Kijk, het is een stuk beter. Nou, ik zal niet zijn hele huid gaan retoucheren en wegvliegende haren. Want we gaan ons gewoon even focussen op de frequency separation en de reflectie in de glazen. Dus we gaan naar de action die ik gebruik. We slaan op de action run. We gaan voor 23 pixels, want dat is wat voor mij de optimale positie is. En de laagjes zijn er. En we zitten meteen op de brush tool. Wat is wat we nodig hebben? Dus we gaan naar onze brush. We gaan naar shift 03 voor de flow. En we controleren altijd of de opacity op 100 staat. Dan zoomen we wat in. Wat altijd super geniek is voor mensen. En wat we doen is dit stukje magenta willen we weg hebben. Dus we gaan hier gewoon een kleurtje grijpen. En dan pakken we onze brush. En dan gaan we gewoon schilderen. En dan gaan we daar gewoon een paar keer overheen. En dan doen wij hier ongeveer hetzelfde. En dan pakken we hier nog even iets een donkerdere tint. Over het algemeen met reflecties is mijn ervaring donkerder is beter. Als je het lichter probeert te maken, dan valt het alsnog op. Dus ik heb liever dat die ietsje donkerder is. Nou, gaan we uitzoomen. En dan is het wel reflectie, geen reflectie. En dat is het meest makkelijke om het op te lossen. En als je het niet weet dat het er zit, dan zie je het niet. Hetzelfde gaat aan deze kant ook geschieden. Over het algemeen probeer ik dit trouwens te voorkomen tijdens het fotograferen. Maar soms dan ben je gewoon overgeleverd aan het glaswerk wat iemand met zich meebrengt. Dus dan moet je het er maar mee doen, zullen we zeggen. En soms is het ietsje meer werk. Dan moet je zelfs nog een klein beetje met de patch tool aan de gang gaan. Maar over het algemeen zet dit al flink wat zoden aan de dijk. Nou, het enige wat je niet gaat oplossen is dit gebied. Dus dit gaan we met een patch tool gewoon pakken. En in de texture laag oplossen. Het ziet er nog niet heel geniaal uit, maar geduld is een schone zaak. Dan gaan wij dit doen. Dan, dit ziet er gek uit. En nu zijn in ieder geval die rare dingetjes weg wat we zagen. En nu kunnen we weer gewoon teruggaan naar de brush. En dan passen we de kleur een klein beetje nog aan. En zo meteen met de dodge and burn laag maken we het ietsje donkerder. Want de binnenkant van de ogen is soms sowieso al wat donkerder bij brildragers.
En dan is het opgelost. Dus nu gaan we naar de Dodge and Burn laag. We gaan naar 0,5 opacity en 100% flow. D voor default, X om het om te keren. En dan gaan wij gewoon hier een beetje wat schaduw toepassen. En dan doen we hier een beetje hetzelfde. En dat doen we hier ook om het een beetje te matchen. En dan zoomen wij uit. En dan gaan wij before en after. En dan ziet het er al een stuk lekkerder uit. Dus dit is een, nou ja, 5 minuten om van reflecties af te komen. Wat ik altijd heel erg fijn vind om te doen. Er bestaat in Lightroom ook iets dat heet deglare. Wat ook in een aanpassingslaag kan worden toegepast. Dat schijnt goed te werken. Ik gebruik zelf Lightroom eigenlijk niet. Dus ik heb deze Photoshop manier gevonden. En die werkt voor mij heel prettig. Nou ja, laten we het even afmaken. Gewoon door op de brush te blijven zitten op zwart. Dus we geven ietsje kaaklijn erbij. Ietsje jukbeen. Ietsje wenkbrauw. De zijkant van de neus. Dan doen we een beetje onder de oogjes. Brugje van de neus. En dan hebben we alweer een iets dynamischer beeld. Dan hoeven we alleen nog maar te verscherpen. Zo. Dus weer iemand zonder lach. En we voegen wat contrast toe. En uiteindelijk hebben we het van dit naar dit. Wat voor mij een hele verbetering is. Ondanks dat het best minimaal is. Nou, bij dames is het makkelijker, want er is überhaupt geen schaduw. Dus we gaan gewoon met de patch tool meteen aan de slag. Omdat dit ook maar een heel klein hoekje is wat in beeld is, kan ik dat gewoon met de patch tool in één keer pakken. Dan hoef ik niet content er weer te laten uitrekenen. Nou, bij deze dame zit de kaaklijn ook net ietsje minder strak in de vel. Dus die pak ik hier net even ietsje weg. En dat doen we ook aan deze kant. En vervolgens hebben vrouwen wel eens van deze losvliegende haartjes naar beneden komen. Dus die kunnen we gewoon met de spot heel kunnen we die pakken. Wat ziek idee. En hier bovenin zitten ook nog wat antennes. Dus buitenlands voetbal kan ontvangen worden. Kijk, daar komt hij. Komt hij maar. Ah, kijk, daar zijn we. Dus deze wegvliegende dingen, die kunnen we oftewel gewoon met de spot healing pakken. En als het er heel veel zijn, dan wil ik nog wel eens naar de stamp tool gaan. De clone stamp. En dan pak ik hier ergens een sample. En dan zorg ik dat de opacity van mijn clone stamp op 70 staat. En dan kan ik gewoon alles in één keer wegschilderen. Waarom 70? Want dan blijft er nog een klein beetje iets over, waardoor het er niet uitziet alsof mensen een helm op hebben. Dat alles super clean is. Dat is over het algemeen niet de beste manier om dat wegvliegend haar allemaal mee te pakken. En er zijn een aantal haren die vliegen mee met de richting van het haar. Dus eigenlijk richting de grond. Die laat ik over het algemeen zitten, want dat is natuurlijk. Maar als de haar is wat tegen de zwaartekracht ingaat, dan is dat over het algemeen een reden om het weg te halen. Dit kunnen we gewoon super simpel, super snel doen. Want we hebben weinig schaduw. Het is vrij clean allemaal gefotografeerd. Dus dat helpt. Dat geeft de burger moed in Photoshop. Dus we gaan gewoon weer voor 23% of 23 pixels. En we wachten tot dit ding zijn 7, 8 laagjes gebouwd heeft. Voilà. En dan zitten we weer in de brush. En dit is echt een kwestie van sampletje, klein beetje. Want je ziet hier verschil. Hier is het een stuk donkerder dan hierboven. Dat kan door make-up komen of door gewoon de lichtinval. Dus dat probeer ik altijd
ietsje te nuanceren, zodat het ietsje minder abrupt is qua overgang. Voor de rest zitten er weinig kleurproblemen in de huid. Dus we gaan meteen naar de Dodge & Burn laag op 5% opacity en 100% flow. En we geven deze dame normaal gesproken een klein beetje licht onder de oogjes. Maar dat is op dit moment niet echt nodig, omdat dit al vrij licht is. Dus we doen alleen een klein beetje brug van de neus, onderkant van de neus en onderkant van de lip. Dan gaan we naar zwart en dan gaan we een beetje een kaaklijntje geven. En het mooie van dit is dat hoe kleiner je penseel is, hoe nadrukkelijker dat het te zien is. Dus hier kan ik gewoon een klein beetje een wat harder lijntje zetten. En dan met een grotere brush kan ik die een klein beetje erin weg laten vallen. Dus als je nu kijkt, dan heeft deze mevrouw meteen een hele betere contouring van haar gezicht. Dus dat doen we hier ook een beetje op de wangen. Dat doen we hierboven op de wenkbrauwen en de zijkant van de neus. Dan doen wij de Sharpen tool pakken. En daar gaan wij gewoon op 70% opacity over de ogen. En dan hebben we eindelijk iemand met tanden. Dus onze Teeth Fixer die gaat altijd op 100% opacity. En soms op 70 als het echt marginaal is. En wat ik altijd doe is... De voortanden zijn over het algemeen altijd de witse tanden van iemands gebit. Dus over het algemeen pak ik alleen altijd de achterste mee. Wat nu, ondanks dat ik de voorste niet geraakt heb, matchen ze qua kleur. En als we heel goed kijken en de lagen aan en uitzetten, dan zie je een klein beetje die geligheid van de achterkant van de achterste tanden verdwijnen. Waardoor het een beter geheel is. En deze laag werkt echt alleen maar op de kleurkanaal geel. Dus dat de lip wordt eigenlijk niet echt geraakt. Dus het hoeft ook niet super ingezoomd en bang om iets anders te raken. Daar heb je helemaal geen last van. Vervolgens slaan we weer op de boost. En dan hebben we hem van dit naar dit gemaakt. Wat net eventjes die extra 10% is om dat beeld een heel stuk prettiger te laten ogen. Nou, terwijl dit opslaat, heb je gezien dat het helemaal niet heel veel tijd kost om dit voor elkaar te krijgen. Hier staat de link nog voor degene die de vraag stelde om, om de actions te kunnen vinden. mauricejager.com/retoucheren. Nou, als leuke nieuws voor de webinarkijker, als je geïnteresseerd bent in een nieuwe BenQ monitor en zelf ook kleur echt... je foto's wil gaan bekijken, is er een hele mooie deal voor de mensen die op dit moment kijken via de BenQ shop op de website of via Camera Express is er voor beperkte tijd een korting. De details daarover krijg je binnenkort in de e-mail. Dat is wat mij verteld is binnen 24 uur. Dus als je geïnteresseerd bent in werken met een goed scherm, hou vooral je e-mail in de gaten. En dan is dit het moment waarop we zijn aangekomen om wat vragen te stellen. Dus als je vragen hebt, stel ze nu vooral in de chat. En dan gaan we lekker wat vragen beantwoorden de aankomende minuten. En dan kijken we wel hoe ver we komen. Het webinar is volgens mij ook terug te zien. Ook daar krijg je, als het goed is, in de mail een link voor. Waardoor je hem achteraf nog een keer kan bekijken. Dus ik zou vooral ook daarvoor je e-mail in de gaten houden. En super fijn dat je zegt dat er veel informatie gedeeld wordt. Dat doet mij deugd. Ik heb mijn best gedaan om zoveel mogelijk in 3 kwartier te stoppen. Het is niet helemaal gelukt binnen 3 kwartier, maar ik ben blij dat je er iets aan gehad hebt. Dus dankjewel voor dat compliment. Eens even kijken wat we nog meer voor vragen hebben binnengekregen. Eens even kijken. Oh, een hele lijst. Eens even kijken. Wat we allemaal hebben. Um.
Kijk aan. We gaan gewoon bovenaan beginnen en we kijken wel hoe ver we komen. Even kijken. Ik krijg een duimpje omhoog. De link naar de action heb ik behandeld. Nou, de link voor de action kon nog een keer gegeven worden. mauricejager.com/retoucheren. De actions zijn niet voor Lightroom helaas, omdat ze gebaseerd zijn op alle tools die in Photoshop beschikbaar zijn. Dus het inkleuren van de dingen die ik gebruik zelf geen Lightroom, dus ik heb niet dat ooit geprobeerd na te bootsen. Maar ik heb je in het afgelopen uur door mijn actions heen gepraat, dus ik hoop dat je het misschien zelf wel kan reproduceren als je handiger bent in Lightroom dan ik. Hoe voorkom je de reflectie tijdens het fotograferen? Kijk aan, dat is een goede vraag. Reflecties is pure natuurkunde. De invallende hoek is de uitgaande hoek. Een beetje hetzelfde als bijvoorbeeld met pool of biljarten. Dat als je de bal in een band schiet, dan komt hij er over het algemeen in dezelfde hoek komt hij uit de band. Dus als je je lamp opstelt en je zet de persoon neer binnen een hoek van 90 graden, dan zie je de lamp. Dus wat je wil doen is continu doordat ik met LED werk, is het makkelijker. Dus ik kan letterlijk in de bril zien als ik de lamp een klein beetje beweeg, of hoeveel dat met de reflectie doet. Maar met flitslicht kan je misschien met de modellamp werken en dan gewoon de lamp echt een beetje eerst recht van voren beginnen. Dan heb je over het algemeen de meeste reflectie en dan een klein beetje. Kleine beetjes verplaatsen. Bij sommige glazen is het gewoon bijna niet te doen om het weg te krijgen. En dan zorg ik ervoor dat de reflectie in ieder geval niet het oog raakt. Dus als het dan alleen aan de zijkant zit van de bril waar de huid is, dan kan ik dat met mijn frequency separation achteraf oplossen. Op het moment dat het oog raakt aan de iris, is het heel gecompliceerd om er vanaf te komen. Dus als je er echt niet helemaal vanaf kan komen, zorg dan dat het in ieder geval aan de zijkanten zit, zodat je het achteraf kan oplossen. Iemand heeft twee vragen. Werk je altijd met een grijze, witte of zwarte achtergrond? En doe je soms een spot op de achtergrond of andere effecten? Kijk, dat zijn meteen alle twee de vragen. Ik fotografeer altijd op een Savage Seamless Super White achtergrond. Mijn grijs en donkergrijs tinten worden gecreëerd door dat mijn lampen dichter of verder weg van de achtergrond staan. En dus ook mijn onderwerp. Dus ik maak echt gebruik van het lichtafval. Dus als de afstand verdubbelt, neemt de lichtintensiteit kwadratisch af. Dus als mijn lampen heel dicht bij de persoon staan, is relatief gezien de afstand tot de achtergrond heel ver, waardoor de achtergrond donker wordt. Hopelijk is dat te volgen. Soms dan fotografeer ik wat lichter. Als mensen donkerdere kleding hebben, dan doe ik letterlijk mijn lampen 20 centimeter dichter naar de achtergrond zetten. En als iemand echt heel donkere achtergrond wil, dan zet ik de persoon ietsje verder weg van de achtergrond. En dat is echt centimeterwerk. Dat is echt een stapje. En als iemand een witte achtergrond wil, dan moet ik de achtergrond inflitsen. En als ik de achtergrond inflits, dan zorg ik altijd in Capture One, kan je als je over de achtergrond heen beweegt, zie je hierboven, net onder de tools. Ik weet niet of mensen mijn muis kunnen zien, nu staat er niks. Maar nu staat er bijvoorbeeld 27, 26, 28, 27. En dat zijn de RGB-waarden en de lichtwaarden. En die voor wit wil ik die eigenlijk allemaal rond de 252 hebben. Zodat ik weet dat die niet uitgebeten wit is, maar wel wit genoeg. Als die 254 is, wat het maximale van de schaal is, dan zou die ook zomaar 400 kunnen zijn, ondanks dat het niet bestaat. Maar de schaal loopt niet verder. Dus ik wil altijd zorgen dat die net iets onder de 254 zit, zodat ik weet dat die niet uitgebeten is. Spotjes en andere dingen doe ik eigenlijk nooit. Ik hou van hele rustige achtergronden. Heb je een voorkeur of tips in verband met de lach van de persoon? Tuurlijk heb ik dat. Als iemand naar mij luistert terwijl ik mijn verhaal vertel, als hij de studio inkomt en zijn gezicht is in rust en ik kan zijn tanden zien, is het over het algemeen een persoon die moet lachen.
Is het iemand die zijn lippen op elkaar heeft, waardoor ik de tanden niet kan zien? Kom ik over het algemeen beter weg met een expressie zoals je nu op het beeld ziet? Dat is over het algemeen de simpelste tip die ik daarvoor heb. En 99 van de 100 keer werkt die. Eens even kijken. Zet je jouw model neer of staan ze recht? Zit jouw model. Iedereen staat. Als mensen zitten, dan zakken de schouders in en de houding wordt gek. Als mensen staan, kan ik ze beter sturen. Kan ik ook zeggen, doe je rug eens recht. Als iemand op een kruk of een stoel zit, dan zie je dat over het algemeen altijd. Ik fotografeer ook altijd iedereen op ooghoogte. Of eigenlijk net ietsje eronder. Als iemand naar mijn camera toe zou lopen, dan zou de bovenkant van de lens zou, zeg maar, de onderkant van hun kin raken. En vervolgens tilt ik de lens ietsje omhoog, zodat ik een klein beetje tegen ze opfotografeer. Dat is zo het over het algemeen voor het meest sterke beeld. En als mensen zouden zitten, dan zou ik zelf ook moeten gaan zitten om diezelfde positie te krijgen. Iets wat ik zeker niet wil, is op mensen neerkijken. Dus dat is voor mij sowieso al de reden om mensen vooral te laten staan. Ik gebruik de 70-200 op 2.8 en over het algemeen is mijn ideale brandpuntafstand 95 mm. En dat heeft te maken met dat het het meest elegante uitziet in het gezicht op 95 mm. Op 200 mm is het te ver weg. Dan is het gewoon een heel oncomfortabele afstand. En 95 mm geeft mij een afstand die ik zou hebben tot de persoon als ik iemand tegenkom op straat om daar een gesprek mee te voeren. Dus je zit niet in iemand zijn comfortzone door te dichtbij te zijn, maar je bent ook niet te ver weg dat mensen niet met jou kunnen connecten. En 95 is daar een hele mooie brandpuntafstand voor. Schiet je met primes, dan zou ik gaan voor een 100 mm of een 85. Maar dan, ik heb heel lang met een 85 gefotografeerd en ik merkte dat de kortste scherpstijlafstand net niet helemaal lekker genoeg was voor de uitsnede die ik wilde. Dus ik zat continu dat de lens niet wilde focussen. Dus toen ben ik overgestapt naar een 100 macro en het probleem was opgelost. En nu fotografeer ik met de 70-200 en die doet dat ook helemaal perfect. Wordt de Palette Master Element software bij de BenQ monitor? Ja, die wordt gewoon geleverd bij de monitor of is beschikbaar als download op de website. De Palette Master Element of de software ondersteunt de X-Rite calibratoren en de Data Color Spiders. Met vooral niet de Spiders uit het jaar krak, maar alle recente worden ondersteund. Hetzelfde geldt voor X-Rite. Werk je met een visagiste? Nee, ik werk niet met een visagiste. Ik gebruik ook bijna geen poeder. Ik los alles op met licht. Ik werk niet met een visagiste omdat ik het al. Mijn agenda is al vrij druk. En als ik dan ook nog iemand anders zijn agenda erbij moet gaan managen. Via een online boekingssysteem. Dan is dat één groot drama. En over het algemeen vertel ik mensen dat ze licht make-up moeten gebruiken. Ze moeten zorgen dat er SPF-waardes worden gebruikt die niet boven de 15 zitten. Want anders dan reflecteert het te veel. En geef ik een aantal make-up tips en suggesties vooraf. Nadat mensen geboekt hebben, krijgen ze een e-mail met alle informatie die ze nodig hebben om goed voorbereid bij de sessie te komen opdagen. Menno zegt dankjewel. Nou, Menno, heel graag gedaan. Leuk om een keer een kijkje in je keuken te krijgen, zegt Lavinia. Nou, heel graag gedaan. Welke focal length gebruik je? Die hebben we verteld. De 95. En je presets alleen te gebruiken in Capture One of alleen in Lightroom? Op dit moment alleen in Capture One. Ik heb zelf geen gebruik maak ik van Lightroom, dus ik heb ze niet. Even kijken, de action kan niet in de mand geplaatst worden op je website. Ga ik checken. Dankjewel Rob. Hij zit niet bij mijn boek. Frans is heel veel wijzer geworden. Nou, dat vind ik hartstikke leuk om te horen. Als je mannen en vrouwen door elkaar moet fotograferen, dan moet je dus veranderen van lichtopstelling. Over het algemeen in de studio komen mensen één op één. Dus dan heb ik dat probleem niet. Op locatie fotografeer ik altijd iedereen in de vrouwenopstelling. Omdat ik die consistentie wil hebben. Als ik 50 mensen fotografeer en die komen over ons pagina op mijn website.
dan kan ik niet met schaduw en licht gaan werken. Dan moet alles er uniform uitzien. Dus dan is het één opstelling, wat altijd de vrouwenopstelling is met zo weinig mogelijk schaduw. Dus dat probleem komt vrij zelden voor. En als het nodig mocht zijn, dan is het een kwestie van twee lampjes veranderen. En dan, het kost me 30 seconden max. Als een vrouw aan mij vraagt of ik meer schaduw kan fotograferen, dan zeg ik over het algemeen dat het niet werkt. Dan doe ik aan het einde van de sessie mijn lampen veranderen en dan fotografeer ik de mannenopstelling. En 99 van de 100 keer heb ik gelijk gekregen. Ik heb één keer een schaduwfoto aan een vrouw verkocht en dat was een vrouw met kort haar en die had vrij mannelijke features in het gezicht. Dus dat kwam op zich was vrij logisch dat het werkte. Kan ik nog iets meer vertellen over de monitor waar ik mee werk? Natuurlijk kan ik iets meer vertellen over de monitor waar ik mee werk. Ik werk met een BenQ SW321C als mijn hoofdmonitor. Het is een 4K scherm wat niet per se noodzakelijk is voor fotografen. Als je op 2,5K wil werken, dan bestaat de SW2700PT. Dit scherm is ook hardware gecalibreerd, heeft allezelfde opties. Het enige wat de SW321C heeft op dit moment, het is het nieuwste model, is dat er een emulatie zit om papier na te doen, zodat je wat beter je proofing kan doen voor het papier. Ik hou van 32 inch omdat ik ook ietsje meer met video en podcasting en al dat soort dingen doe, waardoor ik het heel fijn vind om wat meer ruimte op het scherm te hebben. De kleuren zijn vooral waarom ik met deze schermen werk. Want dat is voor mij het relevantst. Ik kan niet een beeld aan iemand verkopen die of heel groen is of heel rood, omdat ik het zelf niet zie, omdat ik niet de mogelijkheid heb om het te checken. Dus voor mij is dat kwaliteitsaspect het allerbelangrijkste in mijn werk. En dat is ook de reden waarom ik kan vragen wat ik vraag, omdat mensen de garantie hebben dat ze er goed uitzien. Ik ben nu bekend met Synology en Amazon. Synology is een network attached storage apparaat waar je een aantal harde schijven in duwt. En vervolgens kan je dat gebruiken als backup via het netwerk. En via de Synology website kan je onder andere ook dingen uitvinden over Amazon Cloud Storage. Of Google even Amazon Cloud Storage. En lees meer of als je er echt niet uitkomt, stuur mij een berichtje via de socials. Dan wil ik je best een keer helpen. Frans vraagt hoe ik de kleur met de achtergrond consistent hou. Over het algemeen verandert mijn mainlight nooit en dus ook de afstand tot de achtergrond nooit in de studio. Dus de achtergrond ziet er over het algemeen altijd hetzelfde uit. Als ik deze twee klanten naast elkaar zet, dan zie je dat er lichtelijk verschil in zit. Maar dat verschil vind ik totaal niet storend, want het werkt bij elk beeld. Het is zeker niet voor mij de bedoeling om te zorgen dat elke foto in mijn portfolio dezelfde grijs toon heeft. Het enige wanneer het voor mij wel relevant is, is als ik meerdere personen van hetzelfde bedrijf fotografeer. En dat wat ik dan doe, is in Capture One met mijn muis ga ik hier over de foto. En dan zie ik bovenin de rood, groen, blauw en de lichtwaarde. En dan zorg ik dat ik mijn achtergrond match tegen die waarde. En dan vervolgens pas ik mijn lichten aan om te zorgen dat de persoon goed belicht is. En dat doe ik, dat kan ook, dat hoeft niet per se op dezelfde dag. Ik heb ook bedrijven die sturen elke week of elke maand een nieuwe medewerker en dan kan ik dat nog steeds op deze manier reproduceren. Andries Kooijman vraagt hoe ik klanten overtuig dat ik mijn geld waard ben. Nou, dat zit hem vooral denk ik in mijn personal branding, om maar even de kreetterm te gooien. Het heeft alles te maken met vertrouwen en dat mensen vertrouwen dat je voor hun kan doen wat je pretendeert op je website. En mijn bedrijf en mijn product is niet voor iedereen. Niet iedereen heeft het budget ervoor, wat prima is. Maar de mensen die het relevant genoeg voor zichzelf vinden om door mij gefotografeerd te worden, die zien de waarde erin en dat is ook vooral de mensen waarop ik mij richt. Hetgene wat ik heel veel doe is zorgen dat ik aanwezig ben en zorg dat ik zichtbaar ben en zorg dat ik altijd, om in het Engels te zeggen, on top of mind in my community ben. Dus door continu dingen te delen over de persoonlijkheid die ik ben en heb,
Waardoor ik mensen de kans geef om mij beter te leren kennen. En als ze dan mijn werk ook nog mooi vinden, is het heel makkelijk voor hun om de stap te maken om naar mij te komen. Ik heb er een boek over geschreven van bijna 200 pagina's. Daar staat de hele Santa-kraam in uitgelegd. Het is net iets te veel om in een Q&A-sessie over te gooien. Menno vraagt de kleurinstelling. Nou, de kleurinstelling kunnen we hier gewoon aflezen. Wacht, deze staat op 5000, want dat is mijn nabewerkte. Maar als wij gewoon hier gaan, dan is dat 4760 op de Kelvin en 0 op de tint. En vervolgens zit er in de color balance wat groen in de midtones en wat blauw in de schaduw. Maar dat is allemaal marginaal. Vraag je over de snelheid van Amazon? Nou, door het feit dat ik de Synology gebruik, heb ik daar eigenlijk niet echt last van. Want mijn computer hoeft er niet voor aan te blijven. Die schijf draait gewoon. Maar over het algemeen, als ik op de knop druk, dan staat het 2 minuten later op Amazon. Dus dat werkt op zich vrij goed. Een en ander heeft wel te maken met de snelheid van je internetverbinding. Wat is jouw ervaring met Peter Hurley? Wat heb je met hem gedaan? Ik heb met Peter Hurley 5 jaar lang headshotcrew.com gedraaid. En ik fotografeer vanuit zijn studio in New York als ik in Amerika ben. Dus ik ken Peter vrij goed. Ik ben met hem in aanraking gekomen toen ik begon met fotograferen en iets wilde gaan doen wat eigenlijk nog heel weinig mensen deden in Nederland. Toen ben ik tegen hem aangestruikeld. Heb ik hem een mailtje gestuurd met dat ik het een heel goed verhaal vond wat hij vertelde. En of hij nog meer tips had. Een paar dagen later zaten we op Skype en dat is inmiddels in 2012 en nu zijn we 8 jaar later en werken we met grote regelmaat met elkaar samen. Dus in die zin, mocht je ooit een keer in de gelegenheid zijn om een workshop bij hem te volgen, doe het vooral. Iwijn vraagt hoe ver ik van mijn model afsta, of in het geval van mijn klant. Over het algemeen ongeveer op dit moment minimaal 1,5 meter. Maar dat klopt ook wel ongeveer met wat ik voor het hele corona-covid gebeuren deed. Ik denk ongeveer 1,5 à 1,70 meter, iets in die geest. Ik heb nog nooit de meetlat ernaast gelegd, maar dat is voor mijn gevoel een beetje de afstand van de lengte van een gemiddeld persoon, zullen we maar zeggen. Hoe lang duurt gemiddeld een fotoshoot voor een profielfoto? Alles tussen. Ik had vanochtend iemand met 2 outfits, die was in 20 minuten weg. En dat is een uitzondering, maar gemiddeld ergens tussen de 3 kwartier en 1,5 uur. Op welke keurtemperatuur kalibreer ik de SW321C, vraagt Ben Kersten. D65. Dus 6500. Super, heel erg bedankt. Heel graag gedaan. Staan alle modellen frontaal? Vraagt Laura. Over het algemeen steeds meer. In het begin deed ik nog wel eens wat meer mensen vanaf een zijkantje fotograferen. Als ik mensen te veel van de zijkant fotografeer, dan worden de voorste schouders groter, omdat die dichter bij de camera zijn en door de perspectiefwerking worden mensen daardoor ietsje zwaarder. Ik vind het ook een beetje een gedateerde look worden, dus ik ben heel erg van het recht vooruit. En als ik mensen een klein beetje draai, dan hetgene wat ik doe is de schouder net ietsje naar voren. Dus echt van, laten we zeggen dat de standaardpositie 12 uur is, dan echt na 11 uur en de andere gaat dan automatisch naar voren toe. Dus de ene gaat naar achter, de ene naar voren toe, maar echt gewoon minimaal. En dan doe ik over het algemeen ook nog hun hoofd ietsje naar de voorste schouder draaien, zodat het ietsje dynamischer wordt qua beeld. Mario is te laat, maar wil het nog een keer terugkijken. Nou, hou je e-mail in de gaten. En waarom werk ik met continu licht en niet met flits? Ik werk met continu licht omdat als jij naar mijn foto kijkt en je kijkt naar de pupil, dan is die pupil heel klein. En dat komt omdat mensen in continu licht staan, waardoor ik heel goed kan zien dat iemand in dit geval blauwe ogen heeft. Als ik met een flitslicht werk, dan moet ik de modellamp zo fel zetten om dat te bewerkstelligen. En als die modellamp dat niet voor elkaar kan krijgen, dan hebben mensen grotere pupillen, dus donkere ogen. En daardoor missen ze ook wat persoonlijkheid daarin. Daarnaast vind ik het heel makkelijk werken, omdat ik
meteen kan zien wat het doet, zeker met reflecties werken of met licht en schaduw. Een lamp ietsje verder naar achteren verplaatsen is meteen een wezenlijk verschil. Ik ken flitsers niet goed genoeg om dat te kunnen inschatten, want ik fotografeer al met daglichtlampen sinds 2016. Dus voor mij voelt het als een tweede natuur. Kun je iets vertellen over je workflow met personal branding? Ik begrijp niet helemaal wat die vraag betekent. Stuur me een berichtje en dan kunnen we het erover hebben. Met welke continuous light lampen werk je? Ik werk met de Westcott Flex Kit. En dan de daglicht variant, de 5600 Kelvin lampen. En volgens mij hebben we nu alle vragen beantwoord en zijn we ruim een kwartier over de tijd. Nou, dat is toch hartstikke tof. Ik wil jullie allemaal hartstikke bedanken voor jullie aandacht. Als jullie met mij in contact willen komen, dan mag dat via mariesjager.com. Rechts onderin staat ook nog de workflow. Gebruik vooral de code om wat te besparen. Ik ben te vinden op Instagram, LinkedIn, Twitter, Facebook. Maurice Jager zonder de, want die fout maken heel veel mensen. Maak vooral connectie. Stuur een berichtje. Altijd leuk om te horen hoe je mij gevonden hebt. In dit geval via dit webinar. En ik wil je hartelijk danken voor je aandacht. En ik wens je nog een hele fijne avond. Dankjewel.